welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over mijn favoriete albums van mijn levensjaar. Vanwege dat er zoveel albums zijn uitgekomen en ik ben een muziekliefhebber. En dan ga ik bespreken welke albums ik leuk vind en waarom ik ze leuk vind. Dus gaan we beginnen met de eerste. Dit is de eerste. Ik was hier als klein savanne in mijn jeugdperiode toen ik in de eerste zat en in groep 8 zat. Was ik hier helemaal fan van. Ik vond de Pussycat Dolls helemaal mijn ding. En sindsdien luister ik Pussycat Dolls. Nu is alleen Nicole Sturgeon nog over. Maar deze 6 vormige girlbands was die tijd helemaal hot. En mijn favoriete nummers op het album is Stick With You, Buttons, I Don't Need A Man. En mijn volgende album wat ik echt helemaal tof vind is The Fame Monster van Lady Gaga. Na de Pussycat Dolls werd ik in één keer fan van Lady Gaga, omdat ze best wel toffe muziek maakt. Ik werd fan door het nummer Bad Romance. En Bad Romance is echt de hit van mijn hitlijsten. En het is een dubbel CD, dus er staan echt The Fame op en The Fame Monster. Mijn favoriete nummers van The Fame Monster is Bad Romance, omdat ik daar sindsdien fan van haar ben geworden. En Dance in the Dark. Na Lady Gaga ben ik fan geworden van One and Only Taylor Swift. Ik hoorde op de radio Love Story en ik vond het echt gewoon een leuk nummer en een romantisch nummer. En ik dacht, ja, laat ik haar album luisteren. En het eerste album wat ik beluisterde was Red. Maar dat is echt mijn favoriete album all time. Er staan echt gewoon 22 nummers op, omdat ik een deluxe versie heb. Mijn favoriete nummers op het album is Everything Has Changed met Ed Sheeran. All Too Well. Red ook trouwens. Taylor Swift begon ik Ed Sheeran te luisteren. En ik heb zijn album al gekocht, Multiply heet het. Ik vind het een leuk concept vanwege dat er hier in een groene cd in zit, in plaats van doorzichtig. En mijn favoriete nummer op dit album is Thinking Out Loud en Nina. En na Ed Sheeran komt Pink. Ik vind Pink toch wel echt een leuke artiest, omdat ze zeg maar gewoon nummers schrijft over alles. En ja, sommige nummers komen best overeen wat ik zelf meemaak. En ja, het maakt ook best wel raak mijn nummers. En mijn favoriete album op dit album van Truth About Love van Pink is Are We All We Are en True Love and Run. Ik keek vroeger heel veel Disney Channel en althans met Hannah Montana, Camp Rock en Sonny with a Chance. Ben ik toch een beetje fan van haar geworden. Dat is namelijk Demi Lovato. Demi Lovato is echt mijn voorbeeld. Ze heeft veel meegemaakt met haar vader en ook gewoon persoonlijk en met de gezondheid ook. En het album Confident is echt zo'n statement van ja, yeah. What's wrong with being confident? Yes! En mijn favoriete nummers op het album is Wildfire, Lionheart, For You en Stone Cold. En Demi Lovato heeft ook een nummer opgenomen met Olly Murs. En Olly Murs, dat is ook een van mijn favoriete artiesten. En daarvan heb ik het album Never Been Better. Ik ben naar ze toe geweest en ik was helemaal verkocht. En mijn favoriete nummers op het album is Did You Miss Me, Seasons, Never Been Better, Hope You Got What You Came For. En Beautiful To Me. We gaan van de ene artiest naar de andere artiest. Dat is Ellie Goulding. Ellie Goulding, ik vind haar helemaal fantastisch. Ik werd, fan kan ik nog niet zo goed zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat ik haar Delirium World Tour helemaal fantastisch vind. Omdat haar nummers wat ze nu maakt heel anders klinken dan de nummers wat ze met Helicon heeft gemaakt. En mijn favoriete nummer op dit album is Something in the Way You Move. Dus momenteel is dat haar tweede single van het album.
En Army, Devotion. En ook nog Love Me Like You Do. Love Me Like You Do is my favorite song all time. Toch een beetje naar de Nederlandse bodem toe te raken. Heb ik toch nog een Nederlands artiest in mijn handen. Dat is namelijk Kensington. Ik hou van Kensington. Ik vind hem helemaal geweldig. Ik heb ze ontmoet bij Miss in Os. Ik heb ze gewoon ontmoet. Super top. Ik heb ze ook live gezien één keer, maar jammer genoeg. Ik ga ze dit jaar weer live zien. In Zuidam in Amsterdam. Dit is toch wel een van mijn favoriete albums van de Nederlandse bodem. Mijn favoriete nummer is Little Lights. Ik heb andere nummers zijn ook echt super tof. Maar mijn favoriete nummer is altijd Little Lights. Het geeft me gewoon kippenvel. Op een of andere manier althans. Dan gaan we alweer naar de laatste. De laatste is gewoon van mijn favoriete artiest op het moment. Ik hou heel van rock, pop, maar ook country. Dus mijn favoriete artiest op het moment is Carrie Underwood. Ja, Carrie Underwood. Ze is nu bezig met de Storyteller World Tour. En een album heet ook Storyteller. En ik vind haar album best wel goed omdat ze een andere smaak aan toe heeft gevoegd dan het album Blown Away. En mijn favoriete nummers op het album is A Renegade Runaway. En Heartbeat. Choctaw Country Affair. En Like I'll Never Love You Again. En eigenlijk is alles super leuk. Maar ook nog Clock Down Stop. En dit is Storyteller. Hopelijk vinden jullie mijn video leuk. Ik heb echt zoveel albums nog wel te bespreken. Maar er is gewoon zoveel om in één video te vertellen. Wat zijn jullie albums? Wat vinden jullie leuk? Dat zou ik wel graag willen weten. En laat dan een reactie in de commentbox hierachter. Als je deze video nou leuk hebt gevonden, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer even als je in de gaten wil houden welke video's er nog aankomen. En dan wens ik voor jullie een fijne dag verder. Of slaap lekker vast als je deze video s'avonds kijkt. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doeg!